Halfweg in de zomer in het verschiet willen we u voor het laatste werk op ons programma vandaag meenemen naar het zonnige zuiden. Als voorschot op een warme zomervakantie die ons hopelijk te wachten staat. Waar de vakantie naar Spanje wijst, zoals Raymond van het Groenewoud in zijn klassieker Vlaanderen boven lang geleden zong. Wat daar toen een typisch toeristische attractie was, maar ondertussen een wat bedenkelijk imago heeft gekregen, is het stiervechten. Wat er ook van zij, componist Brian Balmages nam het als uitgangspunt voor zijn muziekwerk Fiesta de los Toros, waarbij hij meer dan op het aspect van de bullfights de nadruk legde op het element festival, namelijk het feestelijk karakter van de Latin muziek die steeds uitgelaten klinkt. Latin is een ruim begrip en herbergt veel verschillende stijlvormen. Balmages heeft ze in één allesomvattend werk samengebald. Een typisch Spaanse intro, een salsa deel, met de herkenbare percussie die deze stijl typeert. Een merengue met de kenmerkende koperblazers. Een centraal deel met de passo doble, waarin het thema van het stierenvechten wordt verklankt, met de percussie als drijvende kracht die de matador verbeeldt en de houtblazers die de rol van de zwierige rode cape uitbeelden. De habanera, een dans in een tweedelige maat uit Havana, zo van Havana 1, Havana 2. En een finale waarin Afro-Cubaanse ritmes de opzwepende cadans bepalen, waarna het werk weer eindigt met Spaans getinte muziek. U hoort het, het is een kleurrijke compositie die alle tinten rood en de bijhorende tonen van het Zuiders temperament in de verf zet. Onze muzikanten gaan in dit laatste werk op ons programma nog één keer het gevecht aan met hun partituur om de muzieknoten daarop te bedwingen. Ik twijfel er niet aan dat ze daar ook dit keer in zullen slagen, vastberaden en onversaagd als ze zijn. Meer zelfs, mocht u toevallig een rode zakdoek op zak hebben, hou die dan best op zak, want we weten niet welk effect zo'n rode lap stof op hen zal hebben met de grote inleving waarin zij dit werk voor u gaan spelen. Ik bedank u alvast voor uw aanwezigheid en aandachtig luisteren. En zeg u graag hasta la vista tot een volgende gelegenheid. Ik laat graag de arena hier aan de toreros en toreras van het Mechels Harmonieorkest voor de apotheose van dit lenteconcert met deze Festival of the Bulls, Fiesta de los Toros.